Christenen zitten in de stille week of de goede week. Deze week, die begint op Palmzondag, is de laatste week aan het eind van de 40 dagen tijd, waarin het belangrijkste van het christengeloof plaatsvindt, namelijk de verrijzenis van Jezus Christus. Bisschop Karel Tjuni legt uit dat zonder de verrijzenis van Jezus Christus het geloof waardeloos zou zijn. De kern van het christengeloof is daarom dat de dood is overwonnen. Tjuni zegt dat met de stille week de laatste 7 dagen van Christus op een dramatische wijze wordt herdacht. Het begint met zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Dan is er Witte Donderdag. Daar begint een triduum, een viering van 3 dagen, waarin Jezus de laatste avondmaal viert met zijn leerlingen en daarbij hun de voeten wast en vraagt dat zij dat ook zouden doen. Dus niet als de heersers met ijzeren vuist regeren, maar totale dienstbaarheid. Dan Goede Vrijdag, de dag waarop hij aan het kruis voor ons sterft. En dan is de zaterdag helemaal stil en dan 's avonds de paaswaken. Dan waken we een hele nacht totdat het licht wordt en dan vieren we Pasen. Tjuni zegt dat Pasen centraal staat binnen het christendom, omdat christenen geloven dat de dood overwonnen is. Pasen is voor hem een boodschap van hoop, dat niets eindigt in het niets. Ook wijst hij erop dat al wat we nastreven door God geleid wordt, zelfs wanneer we ervan uitgaan dat de dood heeft overwonnen. Het is dus een enorme bemoediging wanneer wij door heel moeilijke tijden gaan en wanneer zaken uitzichtloos zijn. En ik van dit is alleen maar misère en ellende. Dan nog hebben wij door ons paasgeloof, door ons verrijzenisgeloof, de zekerheid dat God met ons is en dat God ons niet in de afgrond laat wegzinken. Bisschop Tjuni geeft als baasboodschap mee dat we als samenleving moeten weten dat we de kracht hebben om een bepaalde tijd goed of slecht te maken. Ook benadrukt hij dat de samenleving moet weten dat de krachten van de duisternis nooit de overhand zullen hebben.